Luc, de ingang van de Formule 1. Hoe voelt het nou om hier te zijn? Het voelt echt heel cool om hier te staan. Super veel zin om iedereen te gaan kijken. Maar natuurlijk hoop ik hier later zelf te mogen rijden. Hier race Luc Taal, 12 jaar en een supertalent met karten. Ja, dit was de Formule 4 dat ik nu aan het kijken ben. Het is op Miami Homestead. Nu kart hij dus in de Verenigde Staten, al een heel seizoen lang. Maar hij begon natuurlijk in Nederland. Op zijn vijfde zat hij al in zo'n kart. Hoe merkte jij zelf van, volgens mij ben ik hier best goed in? Ja, je merkt het wel. Nadat je races begint te winnen, kampioenschappen begint te winnen en alles begint te winnen. Merk je wel van, dit is wel iets echt wat speciaal voor mij is gemaakt. Die en daar. Ja. Dat was van de Benelux en dit is van de Benelux. Daar heb ik heel veel gewonnen. Dit was mini rookie kampioen. En omdat hij dus zo goed is, valt Luc op. Niet alleen in Europa, maar ook dus in de Verenigde Staten. Hij rijdt nu zelfs voor een team van een oud Formule 1 wereldkampioen. Ja, dat is natuurlijk super cool om naar de andere kant van de wereld daar een kans te krijgen om daar te rijden. Daar hebben we dus ook al een keer Formule 4 gereden in de echte Formule auto's. Dat was echt geweldig om mee te maken. En want hoe vaak ben je nou in Amerika dan? Voor de zomerstop was ik daar bijna iedere maand. Hadden we af en toe even een paar weekjes ertussen. Maar toen was ik daar bijna wel iedere maand. Als Luc thuis in Nederland is, moet hij natuurlijk wel trainen. Dat doet hij op de kartbaan, maar ook achter zijn race simulator. Nou, ik gebruik mijn simulator eigenlijk heel veel om gewoon te trainen, om beter te worden. Verstappen, die doet dit ook. En ik doe dit ook. Maar ik doe dit ook vooral voor training, maar ook zeker voor de lol. Hey, die kwalificatie gaat bijna beginnen. Jij gaat zo naar binnen. Wat verwacht je ervan? Ik maak een voorspelling. Verstappen, Norris, Russell. Zijn voorspelling was bijna goed. Max Verstappen pakt net geen pole position, maar start morgen vanaf de tweede plek. Hoe was het? Ja, superleuk. Het scheelde niet veel tussen Max en Norris, maar ik was stiekem dus ook een beetje voor Norris. Dus ook wel een beetje blij dat Norris de pole heeft gepakt. Gaan wij jou hier ook ooit in de Formule 1 zien? Ja, dat is de vraag, maar natuurlijk ga ik er alles voor geven en alles voor laten om dat later ook te kunnen bereiken. Succes. Dank je.